Philips maakte maandag de derde kwartaalcijfers bekend. En vandaag is bekend geworden, in Nederland 1400, in totaal in de hele wereld, met name in Europa en de VS, gaat het om 4500 banen die verdwijnen. Daarnaast wil Philips een flink aantal gebouwen gaan afstoten, omdat Van Houten vindt dat Philips wat dat betreft ook te ruim in zijn jasje zit. Of is er enige duidelijkheid over de gevolgen die het hier in de regio gaat hebben, deze bezuiniging? Nee, heel concreet niet. Maar ja, de meeste banen zullen verloren gaan op de hoofdkantoren in Amsterdam en in Eindhoven. Maar hoeveel dat precies in Eindhoven wordt, dat wilde Van Houten vandaag nog niet bekendmaken. Philips-volger Henk van Weert sprak met topman Frans van Houten. Lees het interview met Van Houten dinsdag in het ED.